Goedemorgen. Ik eet even mijn ontbijt op. En ik ga nu Maurits ophalen en dan naar de Coolcat in Apeldoorn en Rotterdam. Dan moet ik draaien en dan meet and greet. We zijn aangekomen in Apeldoorn. Maurits is er ook weer. Maurits is een beetje gestrest. Maurits heeft net gereden in Monica's nieuwe superbolide. En ja, het is altijd eng als je in iemand anders nieuwe auto rijdt. Ja. Dus ik was een beetje gestrest, maar het komt goed. Komt goed. Morgen rijdt hij hem alsof hij... Eén hand. Eén hand met de knie. We zijn bijna bij de Coolcat. Ik moet daar draaien en een meet and greet. Oh, mijn batterij is leeg. Gelukkig heb ik een andere bij. Ik ga nog even kijken wat te eten kan halen en dan gaan we beginnen. Gezellig. We zijn in de Coolcat en Mavis er ook. Heb je er zin in? Ik heb er super veel zin in. Ik ben ook echt wakker. Wakker. Nou, net klaar met draaien in de Coolcat. Het was echt heel gezellig. En nu doen we even een meet and greet kwartiertje en dan richting Coolcat in Rotterdam. En dan daar weer hetzelfde verhaal. Maar het is echt leuk. Ik heb het alleen maar fucking heet. Dit waren de allerleukste meisjes die erbij waren. Dankjewel! Doei! Wil je nog wat zeggen tegen deze camera? Nee. Dankjewel! En deze twee lieve meiden die zijn ook bij de meet and greet gekomen. Vond je het leuk? Ja, echt heel leuk. Hoe heet jullie? Jentel. Nala. En wonen jullie in Apeldoorn? Utrecht. Oh echt? Dus jullie zijn wel eventjes... Ja. Leuk, gezellig dat jullie er zijn. We zijn aangekomen in Rotterdam en een half uurtje te vroeg. Dus we gaan nog eventjes wat eten. Even een broodje en dan dus weer hetzelfde verhaal in de Coolcat in Rotterdam. Maar dit is dus niet echt handig. Want die draait dan. Oké, ik ga wel. Zal ik linkje? Nee, we got a big ass beveiliger man. Who's already done this a lot of times. Nou mensen. Monica! Monica! Oké, let's get it. We gaan rustig gaan beginnen, dames en heren. Wat leuk, hoe heet je? Ramona. Ramona is ook bij de meet and greet. Ja. En de telefoon is kapot, dus ik ga nu even de foto's maken op mijn telefoon. Marissa. Marissa is ook bij de meet and greet. En kijk eens naar de hoesje, hoe leuk. Yay. Ze heeft gewoon een foto van mij op de hoesje. Leuk hè? Superleuk, echt wel leuk. En we zijn weer klaar in de Coolcat in Rotterdam. Het was een redelijk gek huis. Ja, en warm. We glimmen gewoon van het zweet. Ja, dat was lekker man. Oh, wat vies. Oh ja. Shout-out naar die moeder die mij te donker vond voor een foto. Ze was echt zo racist. Ik ben bij Izakaya en ik ben niet alleen. Ze kwam vandaag ook eventjes naar ze. Ze kwam vandaag ook even naar de Coolcat in Rotterdam. Maar nu zijn we even naar Amsterdam gegaan. En nu gaan we even lekker eten. Hierin. Oh, we hebben lekker gegeten. Echt fucking veel gevroten. Was all you can eat. Was all you can eat vandaag. Jonge, jonge, jonge. En we gaan nu lekker weer zuhausen. Oh, lekker ook torreltje gevroten. Love it. Hoe krijg ik dit weg? Laat het scherm aan om door te gaan. Nee, dit. Oh, dat gaat al weg. Moet je hem even zo doen. Heerlijk dat jij dat allemaal weet. Het is een one night stand. Want jij bent iemand anders als je weet wie ik ben. Sorry lieve schat, dit blijft een one night stand. Geloof me, wees me dankbaar, beter dat je mij niet kent. Ik ben real met je, real. Ik geloof in die dag. Pas, 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 linkerhand. Zo, ik heb het niks.
Ik ben weer thuis en ik ben lekker in bed gaan liggen. Ik ga meteen make-up afhalen straks en lekker slapen. Nog even beginnen aan seizoen 4 van Orange is the New Black. En een vlogje editen en dan lekker mijn nestje in. Ik ben echt gebroken. Het was vandaag een redelijk intensieve, maar echt super leuke dag. Alles was echt top geregeld op Cookhead. En ik vind het gewoon echt op dagen als dit. Dan vind ik het zeker. Kijk, als ik door de stad loop om te winkelen of zo en ik ontmoet kijkers, dan... Ja, ik ben altijd ergens met een doel of zo. Ik loop niet echt kansloos door de stad, omdat ik me verveel. Maar ja, soms trouwens wel, maar dan ga ik wel winkelen of zo. Maar dan ben ik daarmee bezig. En als ik dan kijkers ontmoet, dan merk je dat ik gewoon snel geneigd ben van... Oh ja, hoor je leuk, bla bla, fotootje. En weer door. En op zo'n dag als vandaag vind ik het dan oprecht echt leuk om kijkers te ontmoeten. Net als zo'n dag als een gathering of feed of whatever. Dan, ja, ik weet niet, is dat echt een soort van... Je gaat ergens heen om je kijkers te ontmoeten. En die kijkers komen ook naar jou toe voor jou, zeg maar, omdat jij er bent. Dus dat vind ik heel leuk. En Apeldoorn was heel gezellig en echt druk. Aan het begin toen we daar binnenkwamen was het nog niet zo druk. En toen ik eenmaal ging draaien was het super druk. En toen kwam Rotterdam, nou, dat was echt gekhuis. Het was zo druk en zo vol. En ik weet niet, ik vind het altijd zo bizar om te zien dat dan sommige meiden helemaal beginnen te gillen en zo. Dat ik echt denk van, ik ben ook maar gewoon een mens. En ik denk dat iedereen dat altijd, bij wie dan ook, soort van Justin Bieber is ook maar een mens. Je buurvrouw is gewoon een mens. Je klasgenoot is gewoon een mens. We zijn allemaal mensen. Ik vind het gewoon altijd bizar om te zien. En dan realiseer ik me niet zo goed dat er eigenlijk echt veel mensen zijn die mijn video's kijken. Dat vind ik altijd wel een leuk momentje om weer een soort wake-up call. Ja, daar word ik gewoon vrolijk van als ik daaraan denk. Dat je het dus eigenlijk toch, ja... Je begint met vloggen, niet met de intentie dat zoveel mensen gaan kijken. En tenminste, ja, dat hoop je wel uiteindelijk. Want je, ja, als je het voor jezelf doet, kan je het net zo goed gewoon op een harde schijf zetten. Maar het is toch bijzonder om te zien dat het dan lukt. En ik ben ook zo ontzettend blij met mijn auto. Ik kan er echt niet over uit hoe fijn het is, wat een vrijheid je erbij krijgt. En hoe mooi ik vanochtend kwam beneden. En toen zag ik hem in de garage en toen kon ik gewoon niks anders dan gewoon... grijnzen. Ik had zo'n lach op mijn gezicht niet te doen. Dus ja, love it. Daarmee ga ik de vlog lekker afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je de video leuk vond. En je te abonneren op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. En heel erg graag tot morgen weer. Doei!